In de volgende video's zullen we kijken naar de geschiedenis van webbrowsers. En deze geschiedenis zullen we bekijken vanuit de lens van verschillende browseroorlogen. Hierbij zullen we beginnen met eerst het kijken naar de opbouw na deze verschillende oorlogen. Daarna zullen we kijken naar de zogenaamde mozaïekoorlogen, wat eigenlijk een korte periode is voor de twee grote browseroorlogen, die we elk apart daarna ook zullen bespreken. Daarna zullen we het ook hebben over de standaardenoorlog, wat een iets minder bekende oorlog is. En tot slot zullen we ook kijken naar de nasleep van deze verschillende browseroorlogen.